De eerste dagen van juni verlopen zomers warm, maar ook met een aantal zomerse buien. Dat is toch wel een heel groot verschil met de mei maand. Hoe dat de rest van deze maand eruit ziet, bekijken we aan de hand van de 30-daagse weerkaarten. Ten opzichte van de voorgaande edities is er toch wel wat veranderd als we kijken naar de weerkaarten voor de komende 30 dagen. Want leek het erop dat in eerste instantie uitlopers van het bekende Azoren hoge drukgebied ons af en toe best redelijk weer wisten op te leveren. Inmiddels zijn de kaarten toch weer wat anders geschud en dat komt allemaal doordat er zich de afgelopen dagen een krachtig hoge drukgebied heeft gevormd boven het noorden van Europa. Boven Scandinavië is dat hoge drukgebied terug te vinden en dat zorgt deze week voor vrij warm weer in dat deel van Europa. Maar ook in onze omgeving zijn inmiddels de temperaturen flink opgelopen ten opzichte van de meimaand. Het is zowaar zomers in onze omgeving. En ook ten zuiden van ons liggen de temperaturen duidelijk op een hoger niveau dan wat normaal is in de eerste week van juni. En dat komt dus doordat er een hoogdrukgebied ten noorden van ons ligt en met een aanlandige wind de temperaturen vrij vlot kunnen oplopen. Vooral ook omdat de zon volop de kans krijgt om door te breken. Maar dat niet alleen, soms komen ook een aantal onweersbuien tot ontwikkeling. En dat Azoren-hoge drukgebied lijkt voorlopig niet de gangmaker te worden op de weerkaarten. Want we zien bijvoorbeeld in de week van 7 tot en met 14 juni dat er vooral meer een losstaand hoge drukgebied ergens met de kern ten noorden van onze omgeving berekend wordt. En ja, er zal best wel af en toe een uitlopen van het Azorenhoog ook weer dat aanwezige hoge drukgebied voeden, weer een nieuw leven inblazen. Maar de hoofdkern ervan ligt vooral ten noorden of ten noordwesten van onze omgeving. Met veelal rustig weer, weinig neerslag en af en toe een duidelijk aflandige wind. Met daardoor natuurlijk door de sterke juni-zon vrij hoge temperaturen. Maar soms is de wind wat meer noordelijk, en dat levert natuurlijk veel lagere temperaturen op, zeker in de kustgebieden. De temperaturen zien we voorlopig op een vrij hoog niveau uitkomen. Dit weekend, zaterdag misschien even een dipje, maar begin volgende week gaan de temperaturen weer omhoog. We zien uiteindelijk wel de spreiding toenemen. Dat heeft dus alles te maken met die windrichting. Een wat meer noordelijke wind zorgt voor wat lagere temperaturen, ruim onder de 20 graden. Maar als de wind een keer goed zuidoostelijk wordt, ja, dan komt zelfs de 30 graden heel voorzichtig in beeld. Ik zei het al, onder invloed van dat hoge drukgebied is het voorlopig droog. Niet alleen in de week van 7 tot en met 14 juni, ook de week daarna zien we dat het in grote delen van West-Europa duidelijk droger is. En meer neerslag valt er in dit geval bijvoorbeeld in Italië en ook richting de Adriatische Zee en het westen van Griekenland. Maar de Griekse eilanden, waar veel vakantiegangers naartoe gaan, ja, daar lijkt het allemaal weer een stukje rustiger te zijn. Verder zien we toch wel opvallend, ook in de week van 7 tot 14, maar zeker ook in de week van 14 tot en met 21 juni, dat de temperaturen ten westen van onze omgeving duidelijk hoger zijn. Want onder invloed van zo'n hoge drukgebied staat er boven de Britse eilanden heel weinig wind en de sterke junizon kan dan de temperaturen natuurlijk flink opjutten. Dus zelfs in Schotland zullen ze heel mooi zomers weer beleven, net als in grote delen van Frankrijk en Spanje. In onze omgeving hangt het een beetje af van de windrichting. De dus temperaturen komen rond normaal uit, maar er zitten zeker wel een paar hele mooie warme dagen tussen. Duidelijk koeler is het overigens in het oosten van Europa. Nou, gedurende de 30-daagse periode zien we wel de signalen op de weerkaarten duidelijk afnemen. Er zijn steeds meer oplossingen mogelijk. Dus de signalen in deze weken die worden minder en minder. Wat we in ieder geval heel duidelijk zien, is dat na het warme weer van deze week de temperaturen. Ietsjes terugzakken in de twee weken die daarna komen. Maar koud, dat wordt het voorlopig niet. En onder invloed van hoge druk valt er de komende tijd beduidend minder neerslag dan gebruikelijk. Tot de volgende keer, dan kijken we opnieuw naar de 30-daagse weerkaarten.